Welkom bij de video. Ik ben het, Henky de Goochelaar. Hallo beste kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henky en oh jongens, ik heb zo'n pijn. Het is avond, ik ben hier bij Blokkenpark en oh wat heb ik een pijn. Ik moet echt even langs het ziekenhuis hoor, ik denk niet dat het zo goed met me gaat. Maar leuk dat jullie er allemaal weer zijn, we gaan gelijk doorrijden. Ik ben vandaag helemaal alleen. Dat is ook niet leuk, dat ik gewoon helemaal alleen ben. Nou, sesam open ik daar. Zo, en we zijn vandaag in de stad. En de stad die heeft... Ah, er is een nieuwe regering. Ik weet trouwens niet eens waar ik heen rijd. Maar wat ik wilde zeggen, de regering is... De stad heeft een nieuwe regering gekregen. Wat betekent dat het ziekenhuis er zo helemaal verplaatst is? Ik moet helemaal naar een nieuwe plek toe. Nou, oh, vooral mijn pijntjes en zo moet ik allemaal naar een nieuwe plek toe. Aan de kant, gek! Kan je wel rijden? Kan je wel rijden, joh? Gek! Je bent helemaal niet goed in rijden, joh, sukkel. Ja, daar heb ik hem hoor. Daar had ik hem te pakken, die gek. Ah, wat een stomme hoedsukkel dat hij dat zo doet. Oh jee, achtervolg me die toch nu? Nee joh, vast niet. Vast niet. Ik was heel aardig tegen hem. Oh jee. Ik denk, oh, ik moet hier naar links. Oh, ha, dat had hij helemaal niet verwacht. Oh, nu volgt hij me echt. Zo, nou, daar zijn we bij het ziekenhuis terechtgekomen. Oh, nou, daar is er ook hoor. No parking. Oh, hier mag ik niet parken. Ga je nou gauw weg? Hé! Hey. Scheld je ons nou gewoon uit? Ik scheld jullie helemaal niet uit, joh. Ik denk, ik rij vast naar het ziekenhuis. Jullie hebben niet nodig als jullie zo doorgaan. Oh. Ja, daar heb ik niet te pakken, hoor. Een uniformje met een donut op zijn jasje. Ja. Je weet dat ik wel... Ja, precies. Wat? En een donut op je arm. Is dat een gestolen leeguniform? Nee, dat is niet gestolen. Dat is voor mij. En dan ga je zeggen dat ik niet kan rijden en jij haalt er mij gewoon naar rechts in. Ik hou jou inderdaad gewoon rechts in met je snor. Met mijn snor? Geef je snor ook al beledigen. Nee, maar even serieus jongens, ik moet heel even... Hebben jullie 2 seconden? Helemaal goed. Ah, top jongens. Wat een aardige mensen. Wat een aardige jonge knullen zijn dat, zeg hé. Echt, daar kan je bouwen op de jeugd. Hallo meneer. Goedendag. Zo, even inschrijven hoor, want het ging echt niet zo goed met me. Ik denk, dat is het eerste wat ik moet doen vandaag. Even inschrijven en kijken of het wel gaat. Oh, ik heb net een heftige operatie achter de rug, kijkers. Ze moesten er gewoon een pleister op doen. Nou, ik zei, ik moet echt even liggen hoor, toen ik dat zag. Toen ik hoorde dat er een pleister bij betrokken was. Oh, dan kon ik het even niet meer aan. Wat een drukte in het ziekenhuis, hè. Fijne dag, meneer. Hallo. Zijn ze er nog? Ja, daar zijn ze nog. Wat had je nou tegen mijn snor? Ik had helemaal niks tegen jouw snor, joh. Ik wil... Wel hebben jullie die auto van? Nou, ik vind het een hele mooie auto. Ja, daar gaat je helemaal niks aan. Dat is van Hunt BV Oldtimers. Van wie? Hunt BV Oldtimers. Mag ik daar ook heen? Kunnen we regelen. Ik ben Jack Hunt, aangenaam. Aangenaam. Ik ben Henky. Ik ben een Jacobon. Je bent ook Jack. Jullie zijn allebei Jack. Zeker. Hij is Engels, ik ben Italiaans. Jij bent Italiaans. Zeker. En jij Engels. En wie zijn die vier mensen dan? Nee, ik ben Nicolas Lovski. Ik kom uit Rusland. Maar ik rij wel achter jullie aan. Is dat goed? Ja, is goed. Oké, top. Top. Ah, wat gezellig met die mensen zo. Ik ga gewoon met ze meerijden. Ik wil ook zulke auto's hebben. Nou, daar gaan ze hoor. Ik ga ze volgen. Daar gaan ze. Ik ga ze volgen. Ik ben benieuwd waar ze heen gaan, hè. Ik ben echt heel benieuwd. Oh, die zit hier. Oh, we gaan parkeren hier. Oké. Ik moet even ophangen. Ik hou van je. Zorg voor de pizzeria. Liefste Jack. Maar, wat nu? Ja, dit ding is momenteel nog in de preview, dus die zijn we nog aan het uittesten. Oké. Okay. Ik wil hem je wel in bruikleen geven, eventueel. Dat jij hem voor ons verder uittest en dat je me later gewoon opbeeldt hoe die bevalt. Oh, ja, maar ik moet nog even een telefoon kopen. Dan ga ik hiermee naar de telefoonwinkel en dan haal ik een telefoon op en dan bel ik je. Is dan een idee dat ik heel even met je mee ga? Ja, want anders vergeet ik je nummer. Dat vind ik goed. Ja, anders vergeet ik je nummer. Is goed. En misschien een idee, hè? Ja? Ja, ik ben al helemaal weer vergeten wat ik zei. Ja, maar dat komt omdat je Italiaans bent. Dankjewel. Hé, hey, ze nemen mijn auto! En ik neem hun auto. Nou, dat vind ik een hele goeie. Dan gaan we naar de winkel, de mobiele winkel. Moet ik een mobieltje kopen. En dan kan ik hem bellen en wat ik van de auto vind. Dus, want ik moet hem testritten. Oh, dat is toch zo jottem leuk. Ik werk gewoon als autodealer, jongens. Hé, hey, waar gaan ze heen? Hé, hey, mijn auto. Je moet hierheen, gek. Hier is de winkel. Nou, ik hoop niet dat ze me in één keer verraden, hoor. Nee, oké, daar komen ze alweer. Maar hij is dicht. Zeg, kom terug wanneer het licht is. Het is toch licht? Het is licht. Het is licht. Het is licht. Nou ja, zeg. Komt er dat die Italiaan hier is. Zo. Maar we kunnen het ook op een andere manier doen. Dat ik in plaats van jouw bel ergens naar je toe kom rijden. Als het een bepaalde tijd is of zo. Oké, kijk eens. Ik krijg 10 minuten met deze auto. En ik moet hem testritten voor hun bedrijf. En zij gaan met mijn auto. Oh, ik mag hem testritten. Oh, ik ben zo blij mee. We gaan even van alles testen. Eerst op de normale route zo. En daarna wil ik hem op de snelweg testen. Oh, wat is hij goed. Hij is ook zo mooi. Ah, moet je zien hoe mooi die is. Hier ga ik zo een leuke tijd mee hebben.
Ah, kijk eens, ik ben zo ontzettend blij dat ik deze auto ook even mag testen. Auw! Kijk eens. Oh, wat heb ik gedaan? Oh, nee. Oh, ik moest hem testritten. Oh, kijk wat ik heb gedaan. Hij is helemaal kapot. Oh, wat gaan ze boos worden? Oh, nee, kijk eens. Ze gaan zo boos op me worden als ik ze dit vertel. Oh, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Nee. Ik weet het niet. Rijdt hij überhaupt nog wel? Rijdt hij überhaupt nog wel? Ja, hij rijdt wel nog, maar hij is wel helemaal kapot. Hij rookt. Oh, dat hoort. Oh, ik denk dat ik maar beter er snel heen kan. En hem kan achterlaten. En dan met de kop naar hun toe. Dan lijkt het alsof er niks aan de hand is. En dan snel wegrijden. Ze gaan zo boos op me worden dat ik de auto kapot heb gereden. Oh, jee. Meneer de agent, ik wil niet laten schrikken. Goeiedag. Ah, u stond achter mij. Ja, ik stond achter u. Hallo. Hey, ik wil niet laten schrikken, want ik reed even achter u aan hierheen. Want ik zoek een garage met allemaal auto's erop, maar ik kan het nergens vinden. Ik had afgesproken met... auto's erop? Ja, dat had ik met mensen afgesproken. Alleen, ik kan het niet vinden. U heeft een afgesproken met mensen? Ja. En kan het de rode parkeergarage zijn? Ik denk het. Dat kan inderdaad. Misschien, ik weet niet, zat het over een garage en iets met auto's erop of zo? Geen idee. Wie heeft u afgesproken? Sorry? Wie en wat heeft u afgesproken? Wie en wat? Ik zou met een auto... Ja, nee, dat snap ik. Gebeld, gemaild, oh, nee, nou. We hadden van een auto gereld, want we waren blijkbaar of zo van een autobedrijf, zeiden ze, met die auto. En die mocht ik testen, alleen ik heb hem per ongeluk... zoals je ziet, gaat het er niet goed mee. Nee, en nu wilde ik met ze afspreken, alleen die kan hem de garage niet vinden. Oké, okay, ja, het zou kunnen als we een parkeergarage zijn. En anders is het hier in de buurt. Ik zal even op de kaart kijken. Ja, dankjewel. Ja, wanneer ben ik weer? Oh, daar ben je volgens mij weer. Zijn er zijn twee... Twee zijn er. En die ene bent u in de buurt. Als u daar bij hier de eerste straat, die kant op de eerste straat rechts gaat, helemaal rechtdoor rijdt, ja? Dan rijdt u bijna tegenaan. Ja, daar kwam ik langs, maar daar zag ik ze niet. Oh. Dan gaan we kijken, ze heeft me een tip gegeven, hij zei hier naar rem, daar kwam ik vandaan en daar reed ik langs. Dus wie weet is dit wel een hele goede garage. Wat is dit hem wel? Oh, hier is het, kijk, ik heb hem gevonden. Ik heb hem gevonden. Meneer, ik was u zo lang aan het zoeken. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar we hadden toch afgesproken bij een garage? Nee, tegenover de garage, sorry als dat niet te duidelijk was. Dus zullen we even een auto ruilen? Ja hoor, maar was het, beviel de testen? Ja, het was helemaal top. Hij was helemaal top. Maar dan houden we contact, oké? Okay? Helemaal goed. Is goed. Onthoud mijn naam, Jack Bone. Jack Bone, is goed. Jack Bone. Bone, Jack Bone. Oh. Jazeker, fijne dag. Fijne dag. Oh, zijn auto is kapot. Hij heeft het volgens mij niet door. Volgens mij heeft hij het niet door dat zijn auto kapot was. We moeten snel rijden, kijkers. Oh, hij mag ons niet volgen. Ik heb zijn auto per ongeluk kapot gemaakt en wij moeten snel er vandoor nu. Snel er vandoor. Nou, ik hoop niet dat ik ooit nog verder in de problemen kom met Jack Bone. De Italiaan en andere Jack, de Engelsman. Hey, boete! Oké, kijkers. Ik heb mijn bril nog steeds op en het is tijd. Het is tijd voor wat geheimzinnigs. Het is bijna donker, dus wat wij gaan doen is iets heel geheims en dat mogen jullie tegen niemand zeggen. Ik heb namelijk uit vertrouwde bronnen gehoord dat er hier in de stad een persoon is. En dat persoon, kijk eens! Oh, dat persoon die heeft taakjes voor mensen. En ik had gehoord dat hij zegt dat je auto's moet ophalen voor hem. Overigens is dat compleet legaal, zeiden ze. Dus ik denk, oh, dat natuurlijk ga ik dat doen, weet je. Als het legaal is, doe ik het altijd heel graag. Dus wij moeten even tanken hier in de buurt. En dan gaan we even regelen dat we naar die man toe kunnen. En dan gaan we auto's voor hem ophalen. Want hij heeft ook een bedrijf. Oh, dan werk ik echt als autodealer vandaag. Dat vind ik zo leuk. Maar ja, het is wel heel geheim, zeiden ze. Ik mocht eigenlijk aan niemand vertellen en zo. Dus vandaar dat ik het film en laat iedereen laat zien. Maar dan mogen jullie het ook tegen niemand zeggen, oké? Okay? Echt tegen niemand zeggen. Oké, okay, eerst even tanken, want de auto heeft echt problemen. En hier is het tankstation. Dus ik hoop dat ik het nog red. Oh jee, oh, red het alsjeblieft. Oh, wat heeft hij veel problemen. Zo. En ja, hoppakee. Hey, niet zo naar achter. En dan gaan we gauw deze missie doorzetten. En kijken of wij wat zakcentjes kunnen verdienen. Want dan kan ik weer met John Peter en Roy leukere donuts halen. Oh, daar heb ik ook zoveel zin in. Auw! Ah, zo. Wat een actiescène. Oh, ik moet even... Oh, nu gaat het echt niet goed. Nu moet ik de ambulance bellen. Oh, maar ik heb helemaal geen telefoon. Hoe ga ik de ambulance dan bellen? Oh, wat stom. Wat ongelooflijk stom. Hey! Hey, jij! Yeah. Hey, daar ben je weer. Jij hebt dat voertuig niet correct afgeleverd. Dat weet jij toch wel? Welk voertuig? Dat voertuig waar je een testrit in mocht maken, die was helemaal tip-top in orde. Ja. We kregen hem terug en het motor is. Ja, maar kijk wat jullie met mijn auto hebben gedaan.
Dat heb ik helemaal niet met je. Jawel, kijk, mijn voetje is ook helemaal stuk, joh. Luister, makker, ik heb op Twitter heb ik een foto gezet dat ik op jou aan het wachten was en dat je voertuig volledig heeft. Dat is niet waar, hoor. Kijk maar, hij is helemaal stuk. Ja, dat heb je toch echt. Dit is levend bewijs dat jij dat hebt gedaan. Laat ik het zo zeggen, ik ben niet eigenaar van dat voertuig, dus ik laat het aan een andere Jack over. Maar. Aan een andere Jack, maar die is er niet. Waarschijnlijk zal je nog een rekening krijgen. Dat is het enige wat ik zeg. Nou, inderdaad. Jullie ook van mijn auto. Dat zullen we nog wel zien. Dat zullen we inderdaad nog wel zien, John. Ah, Jack, hè? Oh ja, Jack. Oh ja, Jack, sorry. We staan even in de weg, hoor. Aangenaam te kennis te maken, Henk. Klier, jatten. Oh, sorry. Nee. Je moet de ambulance bellen. Ga ik er door. Wel de ambulance. Ik voel me niet zo goed. Komen ze eraan? Even kijken. Oh, ja, als het goed is, komen ze eraan. Top. Dankjewel, John. Waar heb je last, Henkie? Ja, ik geef het toe. Ik heb zelf de auto gecrashed. Oh. Maar ik ben doorgereden namelijk ik geen mobiel zelf heb om de ambulance te bellen. Oh, en ik voelde ik niet goed en toen zakte ik gewoon door mijn benen. Oké, blijf rustig liggen. Het kan te goed. Ik blijf liggen. Ja, goedendag. U spreekt met de Jackabon. Ik heb ambulance nodig. Dank u wel. Ja, goedendag. Ik ben hier in de buurt van het observatiecentrum. Ik weet niet precies waar, maar ik heb hier een meneer in legere uniform genaamd Henkie Jottem of iets genoemd. Hij heeft er zojuist voertuigongelukken gehad en het gaat er niet goed met hem. Hij valt de hele tijd op de grond. Oh, daar zijn ze! Inderdaad.